het is mummy, zeker weet gezien. Die zakgeld mummy, ik moet het aan Hanna vertellen. Zij gaat me vast wel geloven. Hanna, wat doe jij nu weer? Woehoe. Oh, hey Julian, wat wil je? Ik ben aan het oefenen. 1, 2, 3, woehoe. Hanna, we hebben nu weer een nieuw monster in ons huis. Dat is weer een monster. Hé, wat bedoel je Julian? Frankie en Molly kennen we toch al? Nee, niet die. Voor Frankie ben ik ook niet bang. En ja, Molly, die kan hier toch niet meer komen. Nee, dit is een zakgeldmummy. Een mummy? Oh nee, zijn dat niet van die ingewikkelde monsters met verbanden om zich heen? Die horen in piramides, toch? En dan willen ze ook nog eens ons zakgeld. Dat mogen we niet laten gebeuren. Ik heb te veel gespaard. Julian, wat doen we nu? Simpel toch, ik bel de Ghostbusters en kom liever mee, Hanna. Oh ja, wat spannend. Ze zijn de enigen die ons kunnen helpen, geloof ik. Ik weet precies wat ik ga zeggen. Dat we hier een mummy hebben en dat hij ons zakgeld wil. En, oh, wat is hun nummer? Weet jij dat, Hanna? Ja, tuurlijk. Die laat ze toch vaak zien op tv? Die ken ik van buiten. Ik die ben, maar jij praat, oké? Oké. Hallo? Ja, ik heet Julian Vogel. Ik was er pas ook met mijn zusje Emma. Nee, ik ga niet om Molly, nee. Nee, er is een nieuw monster. Een zakgeldmummy. Mhm. Wat? Hoezo heeft u daar nog niet eerder van gehoord? Hebben jullie geen zakgeldmummy in jullie databank? Die wil zakgeld. Ja. Dat wil u verder uitzoeken? Super. Nu? Jazeker, wij zijn thuis hoor. Ah, super. Hi. Zo kinderen, we zijn er. Maar waar is die geest dan? Julian heeft hem gezien. Ik geloof boven ergens. Maar wat heeft u daar voor een vreemd apparaat? Daarmee kan ik de geest opsporen. Als het apparaat uitslaat, dan weet ik dat daar een geest verstopt zit. Maar ik zie nu nog niets. Wow, wat is dat? Hebben jullie een speelgoeddoos meegenomen? Nee, dat is een spookgeval. En wat doen we nu? We doorzoeken eerst het hele huis en we zoeken een zekere geest. Wat was het ook weer? Zakgeldmummy. Die heeft zo'n rode ogen en is ingewikkeld in verband of wc-papier. Dat was niet goed te zien. En ja, die wil mijn zakgeld. Klinkt vreemd. En die was al eens hier of is dit de eerste keer? Als het monster zal zeker terugkomen, moet het hele huis doorzoeken. Dat is het beste. Oké, prima. We beginnen met de woonkamer. Ik zal de woonkamer helemaal doorlichten. Oh, Julian. Hopelijk vinden ze de geest en hebben we eindelijk rust. Ik ben echt bang. Oh man, ik hoop het ook. Ik heb geen zin meer in monsters en geesten. En ze moeten echt afrekenen met die monsters. Ik heb nog niet geprobeerd Hanna te laten schrikken met mijn nieuwe kostuum. Dat moet ik nog doen. Om te zorgen dat het er weer zo goed uitziet, moet ik weer mama's lippenstift gebruiken. Zo, mijn gezicht is al klaar. Nu alleen nog mijn kostuum. Die heb ik onder mijn bed verstopt. Zo, nu ben ik niet meer aan mijn vogel, maar een zakgeldmummy. En Julian moet mij eindelijk zijn geld geven, anders laat ik hem wel wat zien. Bij Julian was het echt goed gelukt, maar ik moet nog flink oefenen, zodat monsters ook bang voor mij worden. En heeft u al iets gevonden? Nee, helaas nog niet. Hier beneden op deze etage is er niets. Misschien moeten we boven eens proberen. Ja, het was ook niet hier beneden. Het was boven in mijn kamer. Ja. Zo, nu moet ik weer oefenen. Hoe deed mummy ook weer? Of zoiets, ik weet het niet meer. Hanna is er helemaal niet. Heb ik mij dan voor niets verkleed? Waar is ze? Oh, misschien beneden. Eigenlijk heb ik het ontzettend warm. Lang hou ik dit niet uit. Misschien maar naar beneden gaan. Of trek ik het weer uit? Oké, laten we boven eens kijken. Alles gereed? Ja, ready. Ik wacht gewoon in mijn kamer en als Hanna komt, laat ik haar schrikken. Ja. En, wat geeft het apparaat aan? Hier in de badkamer is er niets opvallends. Maar er zijn nog meer kamers om te onderzoeken. Zou het apparaat kapot zijn wellicht? Of dat ding werkt? Volgens mij kunnen we net zo goed een telefoon pakken of zo. Zoals gezegd, het monster was in mijn kamer. Dat is direct hier zo. Hier, zo. Daar is de mummy. Wow. Hoe lang zou het duren voordat Hanna weer is? Ik kan mijn monstergeluid nog even oefenen. Daar. Zoals ik al zei, echt eng of niet, Han? Oh nee, die ziet er echt griezelig uit. Volgens mij is Hanna geschrokken. Dit is mijn moment. Ik heb nog niet eerder zoveel mensen laten schrikken. Kinderen, nu we de geest hebben, ga alsjeblieft even naar achteren. Hou afstand. Nu gaan ze de geest grijpen.
Oké, Zelmer, ga je langs de andere kant, dan bestrijden we het monster van twee kanten met de protonstralen. Kom voor elkaar. Vreemd, ook nu geeft het apparaat geen straling aan. Zou de batterijen leeg zijn? Doen die Ghostbusters hier? Zou ze op zoek zijn naar Molly of naar die Frankie? Oké, Zelmer, op drie. We hebben de geef nu perfect tussen ons in staan. Ja, dan gaan we. Wat doen die daar? Wat is dat voor een vreemd gedoe? Oh, eindelijk, mijn zakgeld is veilig. Oh, zo spannend. Dadelijk zijn we eindelijk voorgoed van die geesten af. Kinderen, we zijn er weer. Hey. Waar zijn ze? We hebben taart voor jullie meegenomen. Hallo. Oké, daar gaan we. 1. 2. Julian, Hanna, Emma, er is gebak. En als jullie willen ook chocomel. Ja, chocomel, mama. Huh, wat? Emma? U kunt haar met rust laten, laat maar. Niet schieten, dat is ons zusje. Nee, dat is Emma. Kom op, hebben jullie het niet gehoord? Daar is taart. Wat is er aan de hand?